Florent Seydoux en Caressa Z van Clarimo. Mal Casal. Gaat het voor de stal van Pius Fischer met deze nakomeling van Clarimo. Apart gefokt natuurlijk met die twee Holstein en Hengsten gecombineerd. Die beide op Grand Prix niveau springen onder Rolf Gurren Bengtsson. Foutloos in 40-0-0. Florent Seydoux. Aan de leiding dus nog altijd Joe Klee als eerste starter in 32-76. In een razendsnelle barragerit met zijn Jealous. En dan is het jonge talent Sanne Thijssen met haar jonge talent Stippel.